Zoals ieder jaar op Event 15 prijzen voor de beste stand, maar ook voor de meest inspirerende persoon. Filip, de Food Line-up, ze hebben jou uitgeroepen tot de meest inspirerende persoon. Er is er maar één vraag, waarom? Ja, dan zit er maar één oplossing op en dat is kom naar de Food Line-up stand. Dan kunnen jullie het ook zien en beleven. Nee, heel simpel. Het enige wat we vandaag doen is het verhaal van de Food Line-up vertellen. Het bij elkaar brengen van mensen wat we doen met de beleving. En de mooie food ondernemers die er staan. Drank en een stukje ramprogrammering, muziek, live muziek. En samen brengen we het verhaal over naar de opdrachtgever. Toch moet je iets gedaan hebben, want je staat daar met collega's, die hebben de prijs niet gewonnen. Je moet iets in je hebben. Wat is het? Is dat de passie voor catering? Heb je een sterk verhaal? Wat heb je gedaan vandaag? Ja, een slokje helpt, maar ik ben 3 jaar geleden heb ik voor de Food Line-up gewerkt. Stonden we eigenlijk hier ook voor het eerst. Dit was mijn project om de zakelijke markt te bereiken. Dat hebben we ook gedaan. We hebben daardoor volgens mij ook een award voor gekregen voor leukste stand tijdens de beurs. Nou, vorig jaar een klein dipje gehad. Dit jaar weer keihard teruggekomen met een andere award. En laten we gewoon zo doorgaan met z'n allen. En de nieuwe generatie cateraars proberen te plaatsen in Nederland op leuke events. En even een scoopje voor de rest van de branche. Jullie staan ook weer op de Beach Branch Barbecue, hè? Nog één keer? Jullie staan ook weer op de Beach Branch Barbecue. Ja, zeker weten. Daar zijn we zeker dit jaar. Dus kom er naartoe en we maken er een feestje van. Filip, dat doe jij goed. Oké. Okay. Knippen.